Lucassen, ja, zo teken je contract tot 2018, zo sta je in AZ1. Dat zijn bijzondere dagen. Zeker, zijn twee mooie dagen voor mij en ik ben hier enorm blij mee. Ja, want hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Gewoon als een normale wedstrijd. Ik kreeg veel tips van de jongens en in de wedstrijd voelde ik me gewoon vrij en benader ik het gewoon als een normale wedstrijd. Ja, wat voor tips? Gewoon van speel je eigen spel en doe het gewoon net zoals je altijd speelt. Dus gewoon normale tips. Ja, wat is je eigen gevoel bij deze wedstrijd? Ik vond het wel aardig aan. Ik denk dat ik een goede indruk heb kunnen maken. Dus ik ben er blij mee. Ga je dan vast zoals speler van AZ1 worden? Daar hoop je natuurlijk op, maar ik heb nog lange weg te gaan. Het is pas mijn eerste wedstrijd en ik ben er nog niet. Dat weet ik wel. Ja, een kramp, hè? Ja, ik was een beetje moe. Het is mijn eerste wedstrijd en ik had kramp. Ja, met Robert Muren, die zei ik heb 20 minuten meegedaan, maar dat is wel wat anders dan waar ik vroeger gevoetbald heb. Jij speelde, wat is het, een minuutje of 75, denk ik? Ja, ik denk een minuutje of 80, ja. 82. En, ja, het is gewoon een hoger niveau dan wat je gewend bent bij Jong AZ en in de onder 19 en zo. Dus, Het was wat anders, maar was wel te doen. Ja, even over de wedstrijd zelf. Wat dacht je bij die 2-1? Van het zal toch niet? Ja, dat gevoel had ik wel een beetje, maar Berghuis maakte snel de 3-1. Toen was het wel klaar. Was hij de man die verschil maakte vandaag? Ja, denk het wel. We moeten het ook wel een beetje van hem hebben. Hij is een goede speler.